Hallo dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Disneycraft. En ik moet eigenlijk lachen, omdat ik heel veel piratenhoofdjes zie in de server. Heel veel mensen hebben voor Piratenweekend, wat valt op 28 maart en 28 februari en 1 maart. Het is een beetje geschuift met die datum, daarom zei ik het verkeerd. Ik deed het niet expres trouwens. Dan hebben wij Piratenweekend van zaterdag op zondag. En wat gaat er gebeuren? Onze server en de website zijn een beetje in het thema van de piraten. En we gaan prijsvragen weggeven, we gaan dus coins uitdelen. We gaan achievements opnieuw. We gaan nieuwe achievements doen. Er gaan allemaal attracties open in Disneycraft. Het wordt heel erg leuk en een knalfeest. En iedereen heeft ook een heel leuk piratenskinnetje. Kijk hier, Gapfloor heeft natuurlijk een. Ze heeft in plaats van een piratenstok, heeft ze een nog steeds de verse mooie bloem in de handen. Maar Kenny, die heeft dan weer geen piratenskin, maar die heeft wel een piratenfiche in zijn hand. Dus dat heeft hij dan wel weer. En hier zien we dan, oh, we zien alleen maar beren hier. En hier een piratenbeer. Kijk eens. En er is namelijk weer een nieuw crewlid terug. En ik was hem aan het zoeken. Ik weet niet of ik hem kan vinden. Even kijken, is dit hem? Nee, dit is niet. Waar ben jij, crew geweest? Nee. Of nou ja, je bent al. Diegene is altijd al crew geweest, maar die heeft even inactief gestaan. Maar hij was in de server. Het was een hij, dat weet ik nog wel. Nee, dan sla ik jou over. Jij bent een dame. Even kijken hoor. En aan deze beren zie ik niet of dit mannetjesberen zijn of vrouwtjesberen. Dit is een mannetjesdino. Dat is ook niet bekend. Ik ga het eens aan die koala vragen hier. Hallo meneer. Hallo meneer. Hey, dat komt me bekend voor. Oh, Is dit toevallig Jeffrey? Ja, dat klopt. En Jeffrey is na 3 maanden ongeveer uit mijn hoofd is hij weer actief op de server. Ons met nog steeds een vertrouwde DC-pakje aan, hè? Ja, zeker. Ja, natuurlijk voor het Piratenweekend ga ik het aanpassen naar een Oh! Oh, piraatkwaaltje. wauw. Want je gaat er net zo gaaf eruit zien als ik, hoop ik. Kijk eens, ik ben ook een beetje Ja, in die dat ook. piratendonaldje. Ik heb een ondeugend pakje aan. En een tasje heb ik, een klein handtasje. Nou, ik weet niet of het een handtasje is. In ieder geval een soort van. Of is het. Ja, het is een Een tasje om mijn middel. schoudertasje, ja. 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 Maar het is voor mijn touw, want ik zie aan beide kanten geen tasje. In ieder geval alleen maar een streep loopt er. Maar goed, maakt niet uit. Dit is nog niet mijn definitieve skin. Wilco heeft namelijk mijn skin. De dino die je net zag. Even kijken, waar is die? Is die nog ergens? De Hier dino. ook, hier ook. Ja, hier. Kijk, Wilco heeft hem gemaakt voor mij, mijn skin. Hij heeft zelf ook een beetje een piratenskinnetje aan. En nou, ik vind het heel leuk, want er hebben een hele hoop mensen hebben deelgenomen aan het piratenskin contest. En Opvolg we ook gaan. weer. Ja, grapje, ja, tuurlijk, die straalt erbij. En Liepse, jij was bezig met ook aan het bouwen aan het piratenthema. En we gaan deze aflevering ook nog bouwen aan het piratenthema bij dit stukje. Hier heb ik het al een beetje, heb ik het, hoe zeg je dat, een beetje afgezet. Thematiseerd. Of nou ja, ik heb het gras allemaal met een grasmaaier weggehaald. Ik heb nog steeds kromme rug. En jij ging dan een beetje hier zo. Jij was ergens bezig aan een bergje. Dat klopt, ja. Ik ga eens even kijken. Laat dat eens zien aan de kijkers en aan mij, want Ah, ik dan had gaan het we ook daar nog even niet heen helemaal vliegen. gezien. Is goed. Ik had een klein stukje gezien. Het zag er heel leuk uit. Maar natuurlijk doe ik nu alsof ik het nog niet heb gezien. Dat is veel leuker natuurlijk. Oh, Ah, kijk eens het aan, ziet er als. jongens. Ik heb het alleen aan de voorkant gezien. Het ziet er echt super leuk uit. En dit goud wordt dan veranderd in een berg idee. Dus wees niet bang. En dan gaan we dat helemaal afwerken. Helemaal deze achterkant wordt helemaal mooi. Dus die berg gaan we een beetje ingraven en er komen allemaal huisjes aan. Dat klopt toch, Biep? Ja, dat klopt, ja. Ja, zeker. En Ja, inderdaad, in de piratenstijl dan ook. ja, heel graag. En dan kunnen de achterkant kunnen we dan misschien ook nog wel een soort van thematiseren dat mensen achter de attractie kunnen lopen. Maar dat komt nog Dat zou leuk voor zijn, plannen ja. eventueel later inderdaad. En ja, dit is natuurlijk al het einde van Disneycraft. En misschien gaan we dit nog wel een klein beetje innemen. Maar dit is natuurlijk allemaal zand, strand. Dat hoort allemaal bij Duckstad. Dus het zit helemaal aan de buitenkant van Disneycraft gebouwd. Nou, dit is het schommelschip die eigenlijk een nog grotere thematisatie heeft gekregen dan voorheen. Voorheen waren het vooral huizen en dit is natuurlijk. Ja, dit ziet er echt fantastisch uit. Want je kan ook helemaal in de gebouwen. In de grot zelf is een heel. Zijn allemaal kamers ingericht. Dus dat is echt fantastisch om een keer te zien. We hebben de dive coaster die natuurlijk nu al open is. Als voorproefje voor het piratengebied. En de meeste mensen zitten natuurlijk spontaan met nerveuze handen te wachten op de ondergang. Haaks ondergang die verbeterd is en vernieuwd en vergroot. Hij heeft dus een nog grotere oppervlakte gekregen. En het gaat vooral om dat stukje. Dat is ook heel erg gaaf wat daar achter zit. Nou, het is leuk Met natuurlijk ook. knikkende knietjes zitten ze te wachten Knikkende hoor, knie, op ik de hoop opening. het, knikkende knietjes, ja.
En nog, weet je wat het leukste is? Is dat Disneycraft aflevering 1, daar begon ik met bouwen van de ondergang. Ja, dat klopt, ja. Ik zal een beetje zon wegweren, want anders word ik dadelijk te rood en verbrand ik. Maar goed, iemand heeft een lekkere panini. Dat is zo'n broodje. Ah. Met veel kaas. Kaas vind ik zo lekker. Ja, ik zie het in de chat staan. Dus de biepster gaat dadelijk bezig. Jongens, ik heb een deal met alle VIP's hier. Ik heb een deal met jullie, ja? Als jullie nou bij biepster gaan kijken, dan kan ik heel rustig op mijn gemak gaan bouwen. Is dat een goed idee? Zo, mensen, terwijl de zon mij wou aanvallen, gaan we dus hier een beetje een idee maken. Een beetje een piraten-ideetje. En ik heb nog helemaal niks voorbereid. Ik weet ook helemaal niet wat ik ga doen. Maar ik dacht dat ik iets met zand wou doen en iets met water. Dat leek me fantastisch. Dus ik wou hier een beetje gaan uitgraven. En hier wou ik de deur sowieso uithalen. En dan gaan we dit gewoon lekker uitgraven. Zo. Ik ga even de mastervolume even op die zetten. Zo. Zo, Beep. En Beep was natuurlijk even afwezig, inactief. En dat had zo zijn privéredenen. Dus dat gaat jullie helemaal niks aan. Maar in ieder geval, hij is gelukkig weer terug in de roots, om het zo te zeggen, hè? Yes, back in my stijl. Back in the stijl, ja. Want Beepster hebben wel, jawel, ja, heel erg gemist. Want Beepster is heel erg goed, vind ik persoonlijk, in het thematiseren ook. Ja, dat klopt, ja. Zeker. Ja, want je bouwt echt mooi om te horen. Ja, zeker. Nee, maar echt gewoon originaliteit. En ja, Rob is natuurlijk weg uit de crew, helaas. En Rob deed dat ook heel mooi. Maar jij was ook wel een van de prachtige bouwers van ons. Ja, dankjewel. Ja, zeker, ja. En ik ben blij dat je voor het Piratenweekend, dat je daar nog even lekker heel veel voor kan betekenen. Want waar ben je nu op vakantie, of hoe zit het nou precies? Ja, ik zit nu in Drenthe, in Centerparks, Sandoer. Dus, echt waar? Dus je bent nu gewoon op vakantie terwijl we de aflevering opnemen. Dat is toch schitterend? Ja, ik ben live vanuit Drenthe, ja. en zit je binnen te gamen? Ja, ik had geen zin om naar buiten te gaan. Nee, is het koud? Ik hou niet van de zon. Oh. Ja, het is 8 graden hier, dus het valt wel mee. Oh joh. Maar je hebt daar wel een lekker zwembad en zo, of? Oh ja, dat zeker. Dat zeker? Ja. Maar ja, koala's zijn niet zo van het zwemmen, hè, dus... Nee, ben je zelf niet van het zwemmen, nee? Nee, valt best mee. Nou ja. Ik vind het heerlijk. Ik vind het eentjes echt... natuurlijk, hè? Ja, eentjes, ja. Ik ben heel graag in het water. Prachtig, hè? Ja, heerlijk. Ik voel me een eentje. En een eentje. Ik weet niet of jullie het hebben gezien op de Disneycraft website. Reclame! Maar op Disneycraft.nl kan je Ik voel me een eentje. Er zijn 9 liedjes. Terwijl voor de derde keer het licht heb aangepast. Is het nou hopelijk gedaan met de zon? De zon wil wraak weer op mij nemen. Dat is bij elke aflevering dat de zon... Wie zit hier zo spastisch naar me te doen? Abel. Zit zo spastisch. Die heeft een Steve skin. Waarom heb je een Steve skin? En het is een donut hoofdje. Ik weet het. Die hebben een donut hoedje op. Dat is wel zo. Maar waar is je mooie piratenskin? Nou, die komt vast en zeker nog wel tevoorschijn. Daar ga ik wel vanuit, toch? Ja, dat hoop ik. Ja, ik hoop het ook, ja, want dat kan toch niet als je, ja. Zo'n mooi piratenpik kom jij aan met je Steve skin. Ja, dat kan toch niet? Nee, dat is niet acceptabel. Nou, en hier is die grot natuurlijk. Hier, dit is dat gras wat je hier ziet tegenover de Wonderworld. En hier wou ik alvast een beetje piratenstijl gaan maken. Dat het een beetje aansluit op de ingang hier. We zouden de ingang ook nog kunnen verplaatsen dat hier de ingang zit. En dat je dan het piratengebied al binnenkomt. Ik denk dat dat nog leuker eruit gaat zien. Dus wat ik ga doen, dat ga ik nu gewoon nu ter plekke doen. Dat vind ik wel grappig. Ik ga gewoon... Ja, jongens. Ik ga dit blok ga ik helemaal verplaatsen. Let op. Moet ik het wel goed doen, want anders gaat die goed. Ik doe up. Dan zeggen wij kopiëren. En dan zeggen wij dit stuk tot hier kopiëren. Dan zeggen wij copy. En dan moeten we 1 keer rotaten. Dus rotaten met 90 graden. Ik had hem hier geknipt. En dat is 1, 2, 3 lijntjes van de grond, van de kant af. Nou, stel je voor, we gaan hier die poort neerzetten. Dan zou je dus 1, 2, 3 kantjes van de... Hier zo of daar. Ik ga het eens testen hoor. Ik doe naar paste. Even kijken hoe dat eruit ziet. Dat gaat volgens mij wel goed. Ja, dat ziet er leuk uit. Ik denk... Kom jij eens, Beep? Want ik moet even oordelen. Okay. Even oordelen. Of ja, dit wel mooi is. Dat ziet er toch fantastisch uit. Vind je deze leuker of die hier staat? Even kijken. Hier kan ik hem aansluiten, namelijk hier met het thema al.
Dan zou ik toch gaan voor die linkse hier ook. Toch wel. Oké, okay. Nee, dan dat vind ik ook wel hoor. Maar ja, als jij had gezegd van nou daar, dan had ik gevraagd van ja, waarom dan? En dan had ik het waarschijnlijk toch nog niet gedaan. Erger. Nee, maar dat vind ik altijd wel makkelijk. Even goed om te weten als iemand een mening hebt erover, hè? Ja, precies. Kijk, en nu. En anders kan je het altijd de kijkers vragen. Je hebt altijd een mening klaar liggen. Ja, absoluut. Ja, jullie hebben altijd je mening klaar liggen. Dat klopt. Mooi gezegd, ja. Even kijken hoor. We gaan hier eens even een blokje weghalen. We gaan dit even allemaal world editen. Het kan allemaal naar de bodem toe. Even kijken hoor. Er staat weer een beertje hier zo. Kijk, als we dit nou gewoon even set 0 doen. En doen we dit even allemaal gras. Dan hebben we in ieder geval. Allemaal gras. Ja, gras. Kijk, dan kunnen we dadelijk ook die houten. Wat is er? Zit hier een beer gevangen? Oh, die zat in de grond. Och. Oh. Kijk, dan doen we dit ook nog even world editen. Hallo. Zo, set 0. Kijk, dan hebben we dit oppervlakte en hier kunnen we nog wat dingen bouwen. En dit gaat ook allemaal weg. Dus die iron bars kan ik hier ook nog even slopen. Dat is allemaal voor de beveiliging hè, van de bezoekers, dat ze niet bij de houten achtbaan in de buurt komen. Zo. Ja, precies. Maar ik vertrouw je erop dat jullie niet bij de houten achtbaan gaan spelen. Dan vind ik het allemaal goed. Nou, we gaan eens even wat leuks doen. We gaan dus eventjes de video skippen. Dus we gaan eventjes wat bouwen. En dan komen we zo bij jullie terug. En dan gaan jullie kijken naar het eind, hoe het eruit ziet uiteindelijk. Tot zo. Tot zo. En als je kan zien, hebben wij het een beetje aangepast. Het ziet er heel leuk uit. Ik vond vooral leuk dit punt dat je die achtbaan op de achtergrond ziet. En niet meer dat saaie grasheuveltje eigenlijk. En nu heb je eigenlijk een gevarieerd iets. En Bibi heeft een heerlijk doorlopend huisje natuurlijk. Ja, zo'n huisje hier. Dan kunnen we nog een keer inrichten hier met een trappetje. En dan kan je een beetje. Dit moet ook nog veranderen van stone. Dan gaat het naar stonebrick. Misschien kunnen we wel leuke dingetjes hierin maken. Fantastisch dat hier ook naar beneden loopt, joh. Dat dak zeg maar steeds hoger komt te liggen. Ja, inderdaad, ja. En hier heb je natuurlijk ook een gebouwtje. Dat vormt ook weer heel leuk. Een beetje een piratengebiedje hier zo, hè. Als je hier doorheen komt, dat ziet er echt wel leuk uit, joh. Nou mensen, ik hoop dat jullie een leuke video vonden. En ja, ik hoop dat ik jullie ook weer terugzie in een nieuwe Disneycraft aflevering. Ik wil in ieder geval iedereen bedanken die meedeed aan deze aflevering. En Jeffrey, we zien jou zo snel mogelijk weer natuurlijk. En jullie ook. Tuurlijk. Zien Biebster ook weer zo snel mogelijk in de server. En dan, hoop ik jullie met de Piratenweekend wel heel erg graag te zien. Dus kom zeker weten, nogmaals, op 28 maart zaterdag tot, ik zeg weer maart. Elke keer die datum, 28 februari tot en met 1 maart. Dus zaterdag op zondag. Doen we nog even een enthousiasme samen met Jeffrey. Yeah. Yeah. Enthousiasme. Yeah. En heel veel plezier in Center Parks, Jeffrey. Ja, tuurlijk. Dag koala. Doei doei. Doei doei.